Het begint nu omdat uh, onze toezichthouder van ons verlangt dat we echt dit jaar werk maken van uh, het laten zien dat we die bezuinigingen voor elkaar kunnen krijgen. Dus daarom starten we nu ook. En uh, is alles dit jaar in het teken van, van het dichtkrijgen van de begroting voor 2012, 2013 en 2014. De gemeente komt met een speciale website en briefkaarten om ideeën voor bezuinigingen te krijgen. Wat is het idee daarachter? Het idee daarachter is dat je zeker met dit soort complexe onderwerpen niet alles hier in dit huis moet gaan zitten verzinnen. Maar dat je de creativiteit en, en, en de ideeën die mensen hebben daarbij moet, moet betrekken. En wij weten uit ervaring van een aantal andere exercities dat er een enorme rijkdom aan ideeën ligt. En waarom zou je die niet ontsluiten? Je bent, je bent dom als je daar geen gebruik van maakt. Zijn jullie zelf niet creatief genoeg om op die ideeën te komen? Jawel, je natuurlijk je, heb je je eigen creativiteit, maar dat is, een, dat is gewoon een beperkte groep mensen. En er zitten hier 50.000 inwoners die dagelijks zien wat er in hun omgeving gebeurt en wat er in hun omgeving anders kan. Ja, die waarnemingen die kun je gewoon inschakelen. Nu zoeken jullie de openheid, dus jullie de discussie aangaan met met onder andere de samenleving. Dat doen we dus nu, hè, vanaf 1 maart. Dat zijn de wat grotere onderwerpen. Dan heb je het over sport, dan heb je het over cultuur, dan heb je het over recreatie, dan heb je het over welzijn. Zeg maar, alle belangrijke onderwerpen die gaan vanaf nu eh, in alle openheid, zonder dat er vooraf keuzes zijn gemaakt, besproken worden met, eh, met de samenleving. En waar we het nu over gehad hebben, dat zijn meer administratief technische, kleinere eh, onderwerpen, waar voldoende alternatieven zijn om middelen te genereren. Wat verwacht u dat er uit gaat komen? Ik verwacht dat er ontzettend veel ideeën uit gaan komen en dat, uh, dat mensen laten zien dat ze betrokken zijn bij Woerden en dat wij uh, tot inzichten gaan komen die we zonder die ideeën niet hadden gehad. Nou, ik zou zeggen, start de dialoog en uh, doe een oproep in de camera dat mensen naar de website gaan. Ja, ik, uh, alle inwoners die dit zien, graag naar ikbenwoerden.nl om mee te praten over wat wij de komende jaren moeten doen om uh, de rijke voorzieningen die we in Woerden hebben te kunnen behouden met minder geld van de gemeente.